Ik sta vandaag voor het Prinsenhof Museum in Delft. Hier wordt een speciaal schilderij van Jan Steen tentoongesteld, wat sinds 2004 in het Rijksmuseum hangt. Wat maakt dit schilderij zo bijzonder? Dat zien jullie in deze video. Het schilderij van Adolf en Christina Kroeser is een van de topstukken van de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Hoe heeft u het voor elkaar gekregen dat het Rijksmuseum dit schilderij uitleent? Nou, dat begint natuurlijk met een goed concept. Een idee voor de tentoonstelling en dan ja, gewoon al heel een vroeg stadium het gesprek aangaan met het Rijksmuseum. En nou, we ontdekten al heel gauw heel veel goodwill bij het Rijksmuseum om onze tentoonstelling te helpen met een meerdere bruiklenen. Dus niet alleen dit schilderij, maar ook een heleboel andere mooie objecten. Maar dit was natuurlijk wel echt natuurlijk een topstuk. Iets wat normaal in de eregalerij hangt van het Rijksmuseum, wat dus ook niet zomaar het museum verlaat. Maar we merkten gewoon ook, doordat we natuurlijk nu zo heel samen met hun optrekken, zij doen Vermeer, wij doen de wereld van Vermeer, dat creëert toch een soort band, waardoor echt dit soort dingen ook mogelijk worden. Hoe is het om zo'n duur en kostbaar schilderij uit de 17e eeuw te vervoeren? Ja, dat is natuurlijk iets wat je heel zorgvuldig moet aanpakken. En gelukkig in Nederland hebben we transporteurs die zijn helemaal gespecialiseerd in het vervoeren van kunstobjecten. Of het nou een kast is, of een schilderij, of een vaas. Dat is gewoon, zij doen niks anders dan kunstvervoer. Dus zij zijn dan ook heel erg betrokken bij als een object van A naar B gaat. En natuurlijk, de bruikleengever, in dit geval het Rijksmuseum, is daar natuurlijk ook nauw bij betrokken. Dus zo'n schilderij wordt gewoon natuurlijk met alle zorg omringd. Je gaat dan voorzichtig daar van de wand. Dan wordt de conditie gecontroleerd. Gaat het in een speciale kist. En die kist die zorgt gewoon dat het schilderij gewoon veilig blijft. En die kist gaat gewoon in een speciale vrachtwagen, ook met luchtvering, dat gewoon zo min mogelijk aan verstoring. En dan komt het uiteindelijk hier, gaat het uit de kist, wordt het ook weer gecontroleerd. Want dat is eigenlijk heel belangrijk om gewoon te constateren van het schilderij de reis gewoon goed heeft doorstaan, dat er niks gebeurd is. En als dat gewoon allemaal akkoord is, dan mag het hier dus aan de wand. En hoe lang heeft u ongeveer op dit schilderij gewacht? Dat het idee ontstond om dit schilderij überhaupt te lenen, dat is toch een paar jaar geleden. Dus daar gaat toch maanden overheen voordat je zeker weet dat het komt. En dan moet het natuurlijk nog komen. En dan natuurlijk vandaag is de dag dat het dan nu hier is uitgepakt en aan de wand. En dat is dan natuurlijk toch wel de bekroning van een heel lang proces. Maar wel gelukkig eentje met positieve resultaten. In de tentoonstelling wordt een beeld geschetst van Delft in de 17e eeuw. Wat zegt dit schilderij u over Delft in die periode? Nou ja, het laat zien dat er twee kanten waren aan die maatschappij in Delft. Dus er was natuurlijk een rijke bovenlaag. Waar Vermeer ook mee te maken had. Maar er was natuurlijk ook veel armoede in die tijd. En we weten, Vermeer had bijvoorbeeld een tante die verkocht pens bij de vleeshal. Dus ook in zijn eigen familie was er armoede, of in ieder geval waren mensen in een wat lagere laag van de samenleving. En hier zie je op dit schilderij natuurlijk heel scherp, zeg maar, die tegenstelling. Een rijke burger die een aalmoes geeft aan een arme inwoner van de stad. Dus dat laat dit heel erg goed zien. Wat kunnen we nog meer van de tentoonstelling Het Delft van Vermeer verwachten? Nou, een heleboel moois zou ik zeggen. We hebben natuurlijk prachtige schilderijen, maar dat niet alleen. We hebben ook Delfts aardewerk, we hebben tapijten, we hebben allerhande objecten. We hebben natuurlijk ook archiefstukken. We zijn natuurlijk de stad van Vermeer, dus ook de stad van het archief waarin alle documenten met betrekking tot Vermeer worden bewaard. Dus je komt in die zin bij ons heel dichtbij. Je ziet gewoon zijn handtekening of je ziet iets wat heel erg betrekking heeft op zijn leven. Maar in een soort context en ja, met allerlei verhalen over religie, over arm en rijk, maar ook over zijn rol als kunstenaar. Dus ik denk dat je echt hier ook meer te weten komt over de mens Vermeer en niet alleen de kunstenaar.